Ja, goedemiddag. Mijn naam is Bas van Voor. Ik ben als adviseur op het gebied van GFDC werkzaam bij Grondmij. Dus dat houdt in dat ik bezig ben met landmeetkunde en alles wat daar in de afgelopen decennia aan is toegevoegd als nieuwe inwindtechnieken. Ik ga nu even een pilotproject toelichten wat wij in de afgelopen periode hebben uitgevoerd en waar we er nog steeds mee bezig zijn. Nog niet is afgerond, dus ik zal je vast een inkijkje geven in wat onze ervaringen daarmee zijn. Dit is een van de projecten waarbij we drones hebben ingezet. We zijn ook op andere vakgebieden bezig met de inzet van drones, bijvoorbeeld voor het meten van volumes. Voor dit project zijn we benaderd door onze ecologen. Die zitten met een vraagstuk voor betreffende een stuk rietkraag. Het stuk rietkraag zit bij het Zwarte Meer. Dat ligt bij de Noordoostpolder. En in dat meer worden een aantal ondiepe zones aangelegd om de visstand te bevorderen. Door de aanleg van die ondiepe zones zal de stroming van het water veranderen en kan dat invloed hebben op de rietkraag. En dat is een zorgzaam punt, want de rietkraag heeft extra aandacht, want het is een Natura 2000 stukje. En het is de broedplaats van de grote karakiet. En dat is een beschermde vogel in Nederland met maximaal rond de 10 broedparen in het hele land. Dus dit stukje riet moet extra goed in de gaten gehouden worden. De monitoring van de rietkraag is een vereiste vanuit de provincie Flevoland voor de aanleg van die ondiepe stukken in het meer. Onze ecologen die zijn erbij betrokken, die hebben een monitoringsplan opgesteld. En als onderdeel van het monitoringsplan wordt het riet gevolgd en worden de nesten van de vogels gevolgd. Van het riet is daar bijvoorbeeld belangrijk van wat voor soort riet is het, wat zijn de afmetingen van het riet, wat is de dikte van de rietstengel, wat is de bodemtype, liggen er stenen op de grond of is dat gras, is het klei, zijn er vraatsporen van dieren, roofdieren, komt er nieuw riet bij of gaat alleen maar riet weg. En daarnaast gaat het dus om die grote karakiet. Waarbij gekeken wordt naar de bestaande nesten en of er nieuwe nesten bij zijn gekomen. Nou, hoe is dat in 2013 gegaan? De nulmeting. Er worden gewoon raaien gelopen. Er gaan twee mensen het veld in. Die gaan onder 50 meter, lopen ze een stuk het riet in. Waarbij ze 1 vierkante meter intensief bestuderen. Dus wat voor rietsoort staat er. Dat wordt allemaal bijgehouden op een veldformulier. En in totaal zijn over die 2,5 kilometer dijk 44 raaien gemeten. En zijn daar onder in het plaatje zijn ze te zien. En al die informatie wordt vervolgens verwerkt als een rapportage met daarin een overzicht van de toestand van het riet. Dit jaar wilden we kijken of we daar ook met een UAV diezelfde informatie konden gaan vergaren. Nou is dat al een lastig vraagstuk, want als het gaat om het detecteren van nesten en het beoordelen van de kwaliteit van het riet, dan wordt een visuele inspectie toch al een stuk ingewikkelder. Dus daarom hebben we ons in eerste instantie geconcentreerd op de metingen van het riet, de omvang van het riet. En deze pilot hebben we samen gedaan met Rijkswaterstaat, van de CIV. En we hebben dit project ook gebruikt voor het Piek in de Delta project, wat eerder vandaag al is genoemd. Het UAS Kenniscentrum. En dat is een samenwerking van meerdere bedrijven. Zowel vanuit de aanbiederskant als de gebruikerskant en de rol die de overheid erin speelt als Rijkswaterstaat en waterschappen. Binnen dit project hebben wij samengewerkt met Delft Dynamics. Die hebben voor ons de opnames gemaakt. Zoals ik al zei, ging het om de afmetingen van het riet en om te bepalen waar de overgang van het land naar het water zit. Daarbij hebben we ons beperkt tot 1 kilometer riet. Dat heeft ook weer te maken met de beperking van de line of sight. En met de vliegduur van de UAV's, dus de batterijcapaciteit. We wilden graag foto's maken van de rietzone gewoon met visueel licht, in het visuele spectrum. En daarnaast met infrarood, zodat we ook de verschillende rietsoorten konden onderscheiden en de overgang tussen water en land. En nou, daar kom ik straks even op terug. Nou, de voor- en nadelen van UAV's die,
zijn jullie ondertussen allemaal bekend. Want dat is al vaker genoemd. Het voordeel is natuurlijk de actuele opname. Hoge resolutie mogelijk, omdat de vlieghoogte lager is. Je hoeft niet een kwetsbaar gebied in. Zeker in een Natura 2000 gebied speelt dat een rol. En de beelden zijn voor meerdere toepassingen bruikbaar. Want de informatie is beschikbaar. Dus als andere afdelingen het kunnen gebruiken, dan zeker doen. De nadelen is dat je heel erg afhankelijk bent van de beeldkwaliteit. In vergelijking met als er een ecoloog buiten loopt, die kan direct zijn oordeel vellen. En wanneer je gebruik maakt van foto's, ben je heel erg afhankelijk van de kwaliteit van die foto's. Kun je natuurlijk rekening mee houden door die foto's zo goed mogelijk te maken. Maar er zit altijd wel een grens aan. Alle gewenste informatie is niet altijd mogelijk. Ik heb in het begin even aangestipt welke informatie er eigenlijk allemaal nodig was. En het is vrij lastig om dat allemaal uit de foto te halen. Omdat dat alleen maar van bovenaf is, geeft het een beeld van de rietkraag. Terwijl dus juist ook die hele gedetailleerde opname vaak gewenst is. En er is geen directe expert judgment, dus de specialist kan niet direct beoordelen hoe het riet ervoor staat. Hier zijn wat voorlopige resultaten. Er zijn uiteindelijk 3 vluchten gemaakt van een kwartier. 2 met gewoon een fotocamera en 1 met een infrarood video. De 2 gewoon een fotocamera vluchten die zijn op verschillende hoogtes gemaakt. 1 wat lager, 1 wat hoger. Uiteindelijk zijn dit de beelden van de hogere vlucht, zodat er een wat breder beeld ontstaat over de rietkraag. En hierbij is het doel dus om te kunnen meten hoe breed de rietkraag is en of de overgang tussen water en riet zichtbaar is. En deze beelden zijn dan vervolgens georefereerd en zijn in een GIS-programma zoals ArcGIS in te lezen. Dat is in de situatie er linksboven. Ja, dat is zonreflectie. Ja. Dus links zijn de afzonderlijke foto's, dat linksboven. Die zijn afzonderlijk ingelezen. En rechtsonder is een gecombineerd beeld van meerdere foto's. En in die losse foto's komt dus in elke foto weer de zon die reflecteert in het water. We hadden een goede dag uitgekozen voor de pilot. Een beetje hetzelfde als vandaag. Nou, hierbij zijn nog wel een paar aandachtspunten wat we hebben gemerkt. Allereerst over het infrarood. We wilden infrarood gaan gebruiken om vegetatie te kunnen herkennen. Hè? Dus als je infrarood gebruikt en je gebruikt visuele beelden, kun je over elkaar heen leggen en dan kun je de vegetatieindex eruit afleiden. Maar wanneer ik het heb over infrarood, heb ik het over, of in mijn perceptie is dat neer infrarood, wat we dus nodig hebben voor die vegetatie. En daar bleek een misverstand te zijn met wat Delft Dynamics doorgaans gebruikt voor infrarood, want zij gebruiken het voornamelijk om mensen op te sporen bij een calamiteit. Daardoor hebben we dus eigenlijk niet de infraroodbeelden die we graag hadden willen hebben. Maar het kan wel zijn dat er nog heel veel interessante objecten te zien zijn in die beelden. Daar zijn we nog mee bezig, dus daar kan ik jullie helaas nog geen positieve verhalen over vertellen. Het tweede aandachtspunt, wat net ook al is behandeld, is het georefereren. Wat we nu alleen hebben gedaan is georefereren op basis van de GPS-metingen in de drone. En er zijn een aantal controlepunten ingemeten. En daarbij is te zien dat er, hier ligt een controlepunt. Dit is gemeten met GPS-RTK. En dit is zoals die in de foto ligt. Nou, dat is eigenlijk geheel volgens verwachting. Want een gewone GPS-meting heeft een nauwkeurigheid van een paar meter. En hier is er inderdaad een paar meter verschil tussen. En als laatste zijn er natuurlijk nog eisen aan de inzet. Omdat we te maken hebben met een natuurgebied en met een broedgebied. En we wilden graag deze opname maken. Dus dat was een vrij kort tijdsbestek om de vergunningen rond te krijgen. Uiteindelijk hebben we dat wel binnen 3 weken helemaal voor elkaar gekregen. Dan hadden we toestemming om te vliegen. Maar er was wel een deadline, want het broedseizoen ging beginnen. En uiteindelijk zijn we daar net 2 dagen voor onze deadline dat we daar de vlucht hebben kunnen uitvoeren. Dus al met al is het... Het doel van deze foto's was om de breedte van de rietkraag te kunnen inmeten en om daar iets over te kunnen zeggen. Dat is met deze foto's wel mogelijk. Alleen er is nog heel veel andere informatie die we eigenlijk voor de monitoring nodig hebben. En die we dan alsnog daar ter plaatse moeten gaan verzamelen.
Dus ik denk dat er, het kan een goed hulpmiddel zijn. Maar het belangrijkste is dus om goed van tevoren te bepalen welke informatie je nodig hebt en of een drone daar dus echt aan bij kan dragen. Om het thema van de dag terug te komen, moet dus elke dijkinspecteur een UWV hebben. Maar ik denk, niet alleen de dijkinspecteur moet een UWV hebben, maar ook de landmeters of een ecoloog in dit geval. Dat kan ook allemaal weer extra informatie geven, omdat het wel vanuit een ander perspectief bekeken wordt. Maar het belangrijkste daarbij wel is dat die informatie gedeeld wordt. Want er staat zoveel gegevens in zo'n fotobeeld dat het zonde zou zijn als we daar niet meer gebruik van maken. Zodat meerdere vakgebieden daar profijt van hebben. Dank jullie wel.